Het is echt al vaak ook vanavond door de Kamer uitgesproken en herhaald. Onze zorgprofessionals laten zich al meer dan een jaar hun enorme inzet zien tijdens de coronapandemie. En ik ben niet de enige die daar heel veel waardering voor heeft. Ik proef het in de Kamer en ik proef het in de hele samenleving. En we hebben op Prinsjesdag daarom toegezegd dat we voor 2021 wederom een bonus hebben van netto 500 euro. Dat staat zo ook in de boeken. En wat ook in de begroting staat, is dat daar een bedrag van 720 miljoen euro voor is gereserveerd. En waar komt dat nou vandaan? De bonus is toegezegd in het verlengde van de bonusregeling van 2020. En die was bedoeld als een blijk van waardering. Sorry, voorzitter. Ik raak een beetje verkeerd in mijn ademhaling. Dus heeft niks. Hou even adem. Ja, ik heb vaker last van. Geeft helemaal niks. Wil je even kort schorsen misschien? Nee, helemaal niet. Een glas water even. Het is gewoon verkeerd beginnen in je zin. En dan loop je op een gegeven moment. Maar ik kan me het ook voorstellen, u heeft natuurlijk ook een lange tijd even in dezelfde pose gezeten. Dus, Nee hoor, ik loop gewoon al verkeerd in mijn ademhaling. Ja. En dat is het enige, want verder is er niks aan de hand. Maar ik haal even adem en dan gaat het verder. Ja, die bonus is toegezegd in het verlengde van de bonusregeling van 2020. En die was natuurlijk gestoeld op de motie die heel breed in de Kamer is aangenomen. En die ging over de waardering voor zorgprofessionals die een uitstekende presentatie hebben verricht in de strijd tegen COVID-19. En de minister van VWS had het er ook over en de minister-president ook. Iedereen in de gezondheidszorg werkt hard. Maar het ging hier bij uitstek om de strijd tegen COVID-19. En van die bonusregeling is in ruime mate gebruik gemaakt. En ik zal daar straks ook nog wat meer over zeggen. En het budget wat we daarvoor hadden van 1,44 miljard is opgeplust met 800 miljoen euro. Waardoor er in totaal een bedrag van 3 miljard euro in de begroting staat voor de jaren 2020 en 2021.